Welkom bij Jaar van de Tuin. Vorige week zagen we al de mooie lijfruitbomenhaag bij Nick in de tuin. En deze week gaat het helemaal over bomen. We hebben een gesprek met Martin Hermie. Die schreef de juiste boom voor elke tuin. Maar we beginnen met een rondje Leidse tuinen met bomen. Ik ben Anouk en ik woon in Nieuw-Leiden. Je ziet ook steeds meer groen verdwijnen, helaas. Dus wij wilden het groen een beetje aanbrengen rondom ons huis. Ja. En mijn broer Igor van Nuenen is tuinarchitect bij Kracht 3, groen architectuur. Okay. En wij hebben hem gevraagd van, joh, zou jij eens met ons mee willen denken hoe we nou eigenlijk toch een tuin kunnen creëren op dit kleine stukje grond? Ja. En toen zijn we eigenlijk in samenspraak met iedereen tot deze constructie gekomen van, als we nou eens een haag rondom het huis plaatsen, waardoor het lijkt alsof die haag als een soort lade uit het huis getrokken kan worden. Ja. Dan hebben we toch een groene wand. En hebben we ook, als we op het balkon zitten boven, toch een beetje het gevoel dat we een tuin hebben. En het leuke is nu dat er steeds meer vogeltjes en insecten. Leuk. En er komt steeds meer leven eigenlijk. Geweldig. In de loop der jaren. Ja. Ik vind het echt een heel vernuftig idee hoe je met een hele minimale plek echt wel maximaal boom neer kunt zetten. Er zijn maar weinig mensen die op zo'n kleine ruimte zoveel bomen hebben staan. Ja, en het is inderdaad strak architectuur, maar wel echt een mooi natuurlijk plaatje. Dus, ja, we zijn er ook echt heel blij mee. Ja. Ik vind het heel erg mooi. Dankjewel dat je erover wilde vertellen. Graag gedaan, dankjewel. Hoi Chris, we zijn in jouw achtertuin en ik Welkom. Ben een beetje verbijsterd van de bomenpracht. Je had al een fotootje gestuurd en toen had ik wel zoiets van, leuke tuin om in onze aflevering te hebben. Want dit is een mooi voorbeeld van een grote stadstuin met hele grote bomen. Maar mijn hemel, wat heb jij mooie grote bomen. Ja, dat is een beetje mijn oerwoud, zeg ik altijd. Hoe ben je hier zo aangekomen? Heb je dit zo gekocht of heb je hier zelf iets aangeplant? Nou, eerlijk gezegd, toen ik het kocht was het allemaal wat gecultiveerder. Okay. Ik begreep ook dat de vorige bewoners echt elke dag daar uren in die tuin bezig waren. Dat doe ik niet en ik vind het eigenlijk ook wel gaaf. Gewoon, nu hebben we hier, ik weet niet eens hoe dit heet. Stinkende gouden. Nou, kijk aan. En daar, ik noem het boterbloemen, maar zijn het het? Ja, zeker. Nou, ik weet nog wel wat. Geslaagd. En over een maand dan ziet het er weer helemaal anders uit. Ja, het is fantastisch. Echt een mooi wild bloemenweidje. Zo onder die bomen. De witte regen. Ja, die ruikt heel lekker. Jammer dat er geen geur-tv is. Hij ruikt heel lekker. We zien een grote populier. Er staan zwarte elzen. Ik denk een hazelaar. Ja, klopt. Rooien. Ik heb altijd hazelnoten, heel veel hier. Lekker. Ik eet ze eigenlijk nooit op, maar dat kan ik best wel doen waarschijnlijk. Dus qua onderhoud doe je hier niet. Heb je niet heel veel, besteed je niet veel tijd eraan? Eigenlijk het stuk waar wij staan, een beetje hier, waar je dan zit, zeg maar, dat probeer ik dan een beetje zo. Nou ja, daar kan je dan lekker zitten. Bijthouden. Een drankje doen en in de tuin eten. En dat is leuk om naar te kijken. Volgens mij kunnen we hier nog uren zitten en genieten. Ja. Een grote stadstuin met grote bomen. Het kan dus ook in Leiden. Hartstikke bedankt. Heel graag gedaan. Nou, hoi Katja. We zijn even van rol gewisseld. Van normaal sta jij achter deze camera en sta ik in beeld. Dus ik vind het in ieder geval leuk dat je nu aan de andere kant staat. En jij hebt een mooi voorbeeld van een kleine stadstuin met een hele grote boom. We hebben een vrij klein tuintje. Ik denk iets van 30 vierkante meter. Maar er staat een hele grote boom in, zoals jullie kunnen zien hier achter mij. En die boom stond er al toen we het huis kochten. En er zat ook heel veel klimop in. Echt tot aan de puntjes was het helemaal vol met klimop. En dat is, dat zorgt natuurlijk wel voor heel veel schaduw binnen in het huis, wat niet ideaal is. Maar aan de andere kant zorgt het ook voor heel veel vogels en als de klimop gaat bloeien voor heel veel bijen die op de bloemetjes afkomen. En wat ik ook heel belangrijk vind aan klimop, is dat in de winter, als de besjes van de klimop rijp zijn, dan komen heel veel vogels daarop af. Ja. Die geen andere eten hebben op dat moment. Dus dat is een hele belangrijke bron van voedsel voor de vogels. Dus eigenlijk zeg je van, veel schaduw kunnen mensen als een nadeel ervaren.
Maar eigenlijk in deze, nou ja, warme zomers die we tegenwoordig hebben, is het eigenlijk ook wel weer een voordeel. Ja, zeker. Zeker, zeker aan te raden om een boom in je tuin neer te zetten. Klein of groot. Hoi Marije. Hallo. We staan bij jou in Nieuw-Leiden in een heel mooi voorbeeld van een kleine achtertuin, maar wel met twee bomen. Ja. Hoe heb je deze zo uitgekozen? Want ik ga ervan uit dat je ze zelf geplant hebt. Ja, ja, ja. We wonen hier nu bijna 10 jaar. En deze boom hebben we gekregen van de vrouw van onze architect. Ah. Die is namelijk bomenkweker in Zundert. Leuk. En het is een appel of een peer? Het is een appel. Ja, ja, een bewaarappeltje. Maar hij heeft pas voor het eerst dit jaar echt heel veel bloesem gehad. Okay. We hadden altijd 1 of 2 appels. Nou, die liet ik dan meestal hangen voor de vogels. Ja. Maar nu, als je goed kijkt, zie je echt onwijs veel beginnetjes. Dus het is echt toevallig net het eerste jaar dat hij echt wel fruit gaat geven. Dus... En je hebt ook een willig. Ja. En stiekem eigenlijk een heleboel wilgen, want je hebt een wilgentenenhaag. Ja, met levende wilgen als... Dat vond ik zelf elke keer heel eng. Tijn, mijn man, die heeft ze erin gezet. En toen dacht ik, oh, dat wordt verschrikkelijk, maar dat gaat hartstikke goed. Ja. De wilg die daar staat, die hebben we ook helemaal in het begin neergezet. Ja, aan deze kant stond ook eerst een wilgenhaag. En toen hebben de buren een stenen muur gemaakt. Dus toen moesten ze weg. Maar gelukkig hebben we er 1 kunnen laten staan. En ja, die vind ik echt heel cool. Ja, dat zijn eigenlijk gewoon 2 hele fijne maatjes om in een kleine tuin te kunnen hebben. Ja, en op internet kan je gewoon vinden hoe je dat dan moet doen met snoeien en zo. Dus ja, het is helemaal niet zo ingewikkeld eigenlijk. Nou, bedankt dat we in je tuin mochten komen kijken. Ja, en dankjewel voor het vragen. Toch altijd weer leuk om dan net even met een andere blik naar je eigen boompje te kijken. Nou, hartstikke goed. Dankjewel. Graag gedaan. Welkom weer in mijn achtertuin. En omdat we het vandaag over bomen hebben, wilde ik jullie een voorbeeld geven van een kleine stadstuin met heel veel middelgrote bomen. Nou, is onze tuin ongeveer 25, 30 vierkante meter groot, denk ik. Dus heel gemiddeld voor een Leidse tuin. Maar we hebben hier toch wel een stuk of 1, 2, 3, 4, 5 bomen staan. En ook nog eens keer 3 hele grote heesters op boomformaat. En dan denk je misschien van, jeetje, dat is een hoop. Maar tuintje op het zuiden, dus we zijn heel erg blij met onze schaduw. We hebben nog steeds genoeg zon om ook lekker in het zonnetje te zitten. Maar deze bomen geven wel in de ochtend enorm veel schaduw. We hebben een zwarte els en een opgaande meidoorn. Nou, die kwamen al een keer eerder voorbij als de makkelijke plant. Dan hebben we hier boven mij de stoofpeer. Dan staat er in het hoekje onder de stoofperenboom nog een lijsterbes. Speciaal voor de vogels natuurlijk. En die blijft lekker klein, dus die neemt ook niet zoveel ruimte in beslag. En dan heb ik aan de andere kant van de tuin ook nog een vijgenboom. Nou, dat is ook een makkelijke plant. Daar hebben wij 5 jaar geleden een stekje van in de grond gezet. En nu is het echt wel een boompje. En dan hebben we nog een cornulia, een vlinderstruik, betlea en deze vlierbes. En die hebben we zo'n beetje opgeknipt tot een boomformaat. Dat hebben we ook gedaan met de vlinderstruik. Ook om wat extra hoogte te krijgen voor de vogels. En extra schaduw. En dat geeft dus een heel groen, bosrijk tuintje waar we heel erg blij mee zijn. Hoi Martin, fijn dat je bij ons bent vandaag. We hebben net wat filmpjes bekeken over bomen in Leidse tuinen. En ik heb al gezegd dat jij een heel mooi boek hebt geschreven. Die ligt hier bij mij ook op tafel. Het is echt een flinke, dikke pil geworden. Waarom heb je dit boek geschreven? Wel, ik heb dit boek geschreven eigenlijk vanuit twee achtergronden. 1 achtergrond was dat ik tot op heden nooit echt veel met vooral niet inheemse bomen bezig ben geweest. En dus dat ik absoluut wou bijleren. Bijleren over de soorten, want er zijn er een pak die beschikbaar zijn in de Lage Landen. Ik denk ongeveer 3000 soorten. Oh jee. En dat anderzijds, dat ik toch ook vaak geconfronteerd word dat er problemen zijn met bomen in tuinen, omdat die op termijn veel te groot worden en daardoor gaan overhangen bij de buren of dat de wortels omhoog groeien bij de buren. En ja, soms leidt dat tot burenruzies. En dat waren toch de 2 voornaamste redenen om een boek te schrijven. Dus 1, bijleren voor mezelf. En dat is echt een wonderlijke wereld, die bomen. En 2, misschien suggesties brengen om problemen ook te vermijden. Ja,
Ja, dat lijkt me sowieso wel goed, want in de stad zitten we natuurlijk hutje-mutje op elkaar. Maar we hebben wel heel veel behoefte aan bomen voor, nou ja, om de klimaatadaptatie er nog maar eens een keer in te gooien. Wat zou jij nu kunnen aanraden? Ik snap dat ik niet kan vragen wat is nou dé boom voor in de stad. Maar als je een tip zou mogen geven. We hebben net wat grotere tuinen, maar ook nou ja, kleine tuintjes gezien. En die zijn natuurlijk vooral aanwezig in de stad. Wat zou jij nou echt als echt een goede stadsboom voor een nou ja, kleine tot middelmatige tuin kunnen zien? Ja, wel, het hangt een klein beetje af van de grootte van je tuin. Hè. Ik zou beginnen, denk eens na over de ruimte die je ter beschikking hebt. En de ruimte bedoel ik dan, ja, één, een boom heeft het aspect van de kroonbreedte en je hebt uiteindelijk zijn grootte. Die twee elementen zijn voor mij vertrekpunten. Ja. Die optiek heb ik daarom gekozen in het boek om bomen te presenteren die in principe onder de 12 meter blijven. Ja. Als je het natuurlijk daarbinnen kijkt, en dan is de keuze nog altijd zeer groot, ja, dan kun je zeggen, oké, ik wil absoluut kiezen voor inheemse soorten. En als ik er daar eentje zou moeten uitnemen, dan is het bijvoorbeeld de gele cornoelie. Ah ja. Omdat dat een kleine boomsoort is. Sommigen zullen misschien zeggen zelfs, ja, een struiken is soms ook wel meer stammig, kan ook eenstammig zijn, wordt maximaal ongeveer 1,05 meter, heeft graag een bodem die niet te droog is, die mag rijk zijn, die bodem, is ook een van de weinige soorten die al in februari in bloei komt. Ah, ja. Weliswaar kleine bloempjes, maar die staan bij elkaar. Waardoor dat die opvallen. En op dat moment is de boom ook bladloos en is er ook overigens niet veel in blad. Dus dat is echt zo iemand, een soort die de lente al aankondigt. Ja, want in februari staat er natuurlijk nog heel weinig in bloei. Dus dan is het wel heel gezellig om een beetje fleurigheid al te hebben. Ja, en die doet een beetje de wind vergeten. Een van de leuke zaken is natuurlijk dat die bessen, die vruchten van die gele cornoelie, best lekker zijn om bijvoorbeeld confituur te maken. Ah, okay. En dat is uiteraard meegenomen. Ik zou zeggen, het enige nadeel eraan is dat ook anderen geïnteresseerd zijn. En vooral de vogels. Ja, oké. Okay. Maar dat kan natuurlijk ook dan een goed punt zijn als je zegt van, nou, ik wil meer vogels in mijn tuin. En ik wil graag een boompje. Dan is die gele cornoelie ook gewoon een mooie keus. Ja, absoluut. En gele cornoelie kan ook vlot gebruikt worden in hagen. Hè. Okay. Dus vlot snoeitroe. Toe. En dat is ook meegenomen natuurlijk. Ja. Ja, dus je kan daar alle kanten mee op. En dat is wel heel erg fijn in onze stad, denk ik. Als je het andere extreem zou nemen en dan bijvoorbeeld absoluut een boom of struik willen die opvalt door zijn bloei. Wel, dat is natuurlijk ook een moeilijke. Maar daar zou je kunnen bijvoorbeeld denken aan een van de magnolia's. Ja. En bijvoorbeeld Magnolia lupneri. En dat is eigenlijk een hybride die verwant is met de stermagnolia. Oké. Okay. Die wordt niet te groot, 1,04 meter, 1,05 meter. Meestal ook meer stammig, een beetje een bolvormig. Een fantastisch mooie bloei, ietske later dan de stermagnolia zelf, waardoor hij ook iets minder gevoelig is voor vorst. Maar goed, in de stad zelf is vorst tegenwoordig geen echt probleem meer. Maar een fantastisch ding, ook heurend. Ja, daar word je. De bloemen zelf zijn ongeveer 12 tot 15 centimeter diameter, lichtroze gekleurd. Dus een pracht van een ding die de echte start van de lente inluidt. Kijk, nou, ik vind dat twee hele mooie suggesties. Dan heb ik nog een korte vraag. Heb jij zelf een favoriete boom? Ik bedoel, je hebt er 3000 op je lijstje staan. Kan je daar één uit kiezen? Dat is op zich een moeilijke, maar dan hou ik het misschien bij één waar de mensen niet direct zouden aan denken, namelijk Persisch ijzerhout. Oké. Okay. Parotia persica. Ah, dus Parotia, ja. Ja, die ik zelf staan heb. Dat is een boom die je misschien niet echt gaat kiezen om de opvallende bloemen, maar toch, het zijn vooral de meeldraden die in bundeltjes samenzitten, rood gekleurd zijn. En tegen een kale boom op dat moment in de winter. Normaal bloeit die in maart.
Maar dit jaar was er al in november bloei. Oké. En ja, op dat moment valt die op. En ik heb gemerkt nu in dit voorjaar, in maart, dat die ook enorm veel bijen aantrekt. En dat is uiteraard een aspect. Op dat moment is er niet echt veel bloei. Dus dat is leuk meegenomen voor de bijen. Het is een boom die meestal onder zijn gewone vorm breed parasolvormig is. Kan je bijvoorbeeld gebruiken, bij ons staat daar een kleine auto onder geparkeerd. En dat is ja, een prachtige plaats voor een auto onder te zetten. Is ook een boom die fantastisch rood verkleurt in de herfst. Dus aan het andere uiteinde van het vegetatieseizoen. Wordt soms wel eens vlamboom genoemd. En de oudere exemplaren, daar gaat de schors ook nog eens mooi afschilferen. Okay. Een boom die ook bovendien behoorlijk droogte-tolerant is. Dus een boom met veel kwaliteiten, ondanks zijn relatief kleine bloemen. Ja, nou, ik denk dat je ons een hele mooie top 3 hebt gegeven. Hartstikke bedankt. En ik hoop dat onze lezers aan de slag gaan met je boek. En nou ja, weer meer keuze hebben om een mooie boom in hun tuin te zetten. Wel, dat was de bedoeling en het was graag gedaan. Hartstikke bedankt, Martin. Ja, dag. Deze week als de makkelijke plant een hele mooie sierappel. En Carla Teunen gaat ons daar meer over vertellen in de Hortus. De boom waar we hierbij staan, die grote, dat is een appeltje. Een sierappeltje uit Japan. Het heet Malus Turingo. Malus is appel in het Latijn. En hij is oorspronkelijk door meneer von Siebold mee uit Japan genomen. Hij is in 1845 voor het eerst in Nederland geïntroduceerd. Hij is dus von Siebold nagereisd. En ik weet niet of het een boompje is geweest of dat het appelpitjes zijn geweest. Maar we hadden hier een heel mooi groot exemplaar. En dat is een jaar of 40 geleden in een zware storm gewoon doormidden gebroken. Maar omdat we hem zo mooi vinden, hebben we een nieuw exemplaar aangeplant. Eerlijk gezegd, gekocht in een kwekerij. Wat is er nou zo mooi aan? De bloei is zo verschrikkelijk mooi. Hij begint met hele hardroze knopjes. En naarmate die open gaat en verder uitbloeit, wordt die helemaal wit. En dan heb je hier op het bolwerk, want dit noemen wij het bolwerk, compleet een bruidsboeket staan. Er is één maar bij, tenminste bij dit exemplaar. Hij maakt bijna geen appeltjes. En de appeltjes zijn zo groot. Echt niks in een clustertje. Dus je hebt altijd een trosje appeltjes hangen. Gelig, oranje-gelig van kleur. Maar deze doet het niet erg. Maar we hebben een aantal nieuwe jonge exemplaren gekocht toen we het sterrenwachtterrein erbij kregen. En naast de steiger staan er 5. En daar zitten altijd jonge appeltjes aan. En ik heb ooit eens een foto gemaakt in een winter, eind van de winter, toen we heel erg veel rijp hadden. Alles zat dik onder de rijp, gewoon naalden. En dat is dus ook een foto van een trosje van die gelige appeltjes met een dikke laag rijp eroverheen. Ringo is in Japan het woord voor appel. Maar ik weet niet wat to betekent, want hij heet Toringo. Maar ik heb geprobeerd te vragen wat dat is. Daar hebben ze me geen uitsluitsel over gegeven, helaas. Deze week in onze tegeltuin naar Tuin met Tegel gaat Annika samen met Nick Koreman op bezoek bij Annette in de Stevenshof. We hebben het deze week over bomen en ja, dan moet er ook ergens een boom de grond in natuurlijk. Dus we zijn weer teruggegaan naar de tuin van Annette, want Annette vond het wel leuk, een gezellige appelboom. Ja. Je hebt een mooi plekje uitgekozen. Ja, klopt. Wat denk je dat het zou kunnen opleveren, zo'n boom in je tuin? Wat is daar leuk aan? Daar ook gezellig en wat appeltjes gaan groeien. Ja. Ja. Hou je van appels? Ja. Heb je een lievelingsappelsoort? Pink Lady, die zijn ook heel lekker. Oh ja, ja. Die zijn inderdaad heel lekker. Ja. En ik weet niet of die heel goed in Nederland groeien. Nee, dat denk ik ook niet. Volgens mij heeft Nick een appelboompje voor jou meegenomen. Nick is groencoach en hij kan ook heel veel vertellen over hoe zo'n boom groeit. Nou, we zagen eerder al een keertje de tuin van Nick. En Nick is er ook bij vandaag om wat meer advies te geven over als je eenmaal zo'n boom hebt. Hoe werkt dat dan en waar plant je hem dan slim? Nick, kun je iets vertellen over de boom die je bij je hebt? Ja, nou, helaas, sorry. Dus het was geen Pink Lady verraden. Had ik dat geweten, had ik hem al van tevoren besteld. Maar ik heb ook een hele oerdegelijke oude Golden Delusius.
die kent u wel. Ja, die vind ik lekker. Die zijn ook heel lekker sappig zoet. Ja. De appel, het is een appelboom. En ja, het is een mooi laag stammetje. Dus dan hoef je niet zo hoog te klimmen om in de boom te komen. En ja, dus je kan het zo netjes bijhouden. En dan, ik zal dan straks ook nog uitleggen als ik dat kan vinden. Het verschil tussen wat je wel moet, de bladknoppen en eventueel de vruchtknoppen. Dat is wel een dingetje. Want als je al de vruchtknoppen eruit knipt, dan heb je geen appels. Ja, dat zou zonde zijn. Dus dat zou zonde zijn. Dus wat ook belangrijk is, hoe heet het? Je kan deze boom zo laten groeien als je zelf wil. Maar je kan ook, net zoals bij mij in mijn tuin, kan je leiden langs de schutting. En dan wordt hij ook niet hoger dan de schutting. En dat is wel zo makkelijk om overal bij de appels bij te komen. Ja. Dus dan hoef je ook niet in de boom te klimmen. Dat is inderdaad wel slim. Dus misschien is het idee om te kijken hoe we hem best kunnen planten. Lijkt me goed. Ik zal wel een advies geven. Je maakt een ruime gat van tevoren. Mm-hmm. Die gooi je helemaal vol met water. Ja. Daar, de gat moet niet hoger zijn dan de end waar die hebt gezeten van de kweker. Dus niet hoger, want dan gaat hij zijn wortels afsterven. Dan gaat hij nieuwe wortels maken. En dan kan hij doodgaan. Vooral oppassen met dit weer, ja. Dat je hem goed water geeft, dat hij goed aanslaat. Dat zijn de belangrijkste dingen. Oké. Okay. Dus we gaan aan de slag, denk ik. Aan de slag met de boom. Staat hij. Begin dit jaar hebben we ook nog een tijdplantje geplant, dus ik wilde ook meteen nog even kijken hoe die erbij staat, maar die gaat goed. Kijk. Je kan de boom zo laten groeien zoals hij is, maar je kan er ook een leiboom van maken. Leiboom is om de takken zo dicht mogelijk tegen de schutting te zetten en vast te zetten, zodat de takken horizontaal, hoe heet het, tegen de schutting aan zitten. We gaan ze opnieuw uitlopen. En haal je de boventop eruit, tot zover. En dan groeit hij niet meer verder. En dan kan hij de breedte ingroeien, zodat je een mooie leiboom hebt. Dus en de appels lekker laag zitten, zodat je er makkelijk bij komt. Nou, veel plezier met uw boom. Dank je wel. En ik hoop dat u daar een hoop appels van krijgt en een hoop bloesem. Want dat is weer goed voor de bijen. Ja, dat is fijn, ja. Maar, waar zitten nou de stukken die af niet je hebt het verschil, bij appel heb je aanliggende knoppen, ja, nu moeilijk te zien. Ja. Dus de aanliggende knoppen, dat zijn de bladknoppen. En als er zo'n soort kegelvormige topje erop zit, dat zijn de vruchtbloemen. Oké. En die komt uit. Maar dat zie je pas in het najaar heel erg goed. Ja. Ik zou zeggen, geniet je ervan. Spannend. Dankjewel. Alsjeblieft. Graag gedaan. Deze week nemen we een kijkje bij een bijzondere Leidse boom. Misschien niet een goede keuze voor in je tuin, maar wel enorm prachtig. Nou, in een aflevering over bomen in Leiden mag deze boom eigenlijk niet ontbreken. Dit is een oude rode beuk op begraafplaats Groenesteeg. Hij is geplant in 1813. Het is dus echt een enorm oudje. En nou ja, hij is gewoon echt fantastisch prachtig. Een omtrek van meer dan 7 meter. Dus ik kan hem wel knuffelen, maar dat gaat nergens op lijken.
En ik snap dat deze niet in je achtertuin past. Maar als je toch wil genieten van deze mooie grote boom, dan kan je een rondje in het Singelpark gaan lopen. En dan kom je uiteindelijk toch hieruit. Dan kan je genieten van de pracht van zo'n immens grote knoepert. Nou, een paar jaar geleden ging het niet zo heel erg goed met hem. En toen hebben ze een APK laten doen. Zowel van de boom als van de grond waar ik op sta. Nou ja, daar kwamen allemaal feitjes uit. En interessantheden. En de verzorgers hebben ervoor gezorgd dat de grond werd verbeterd. Zodat de boom zich ook weer wat lekkerder voelt. En hij is de afgelopen jaren, heb ik me laten vertellen, echt een heel stuk opgeknapt. Dus hij is al heel erg oud. 1813 geplant. Maar we hopen dus dat hij met al die goede zorgen toch nog een poosje mee kan gaan. Dus ben je in de buurt? Kom hem opzoeken. Want de mooiste boom van Leiden misschien wel. Maar zeker van Zuid-Holland. Vorig jaar heeft hij dat predicaat gewonnen. Mooiste boom van Zuid-Holland. Dus zeker de moeite waard om even te komen kijken. Deze week hebben we een tuintip voor je. Eentje die je misschien niet zo snel verwacht. Maar denk ik wel een hele leuke. Nou, een hele gekke tip voor deze week is plant een boom bij je slaapkamerraam. Doe even de gordijnen open. Want niks is zo lekker om wakker te worden met een boom voor je neus waar vogeltjes in rondvliegen. En het zorgt ervoor dat het zicht lekker beperkt is. Dus als je alleen maar uitkijkt op huizen en een weg die druk is, ook nog een containerplaats hier voor de deur, dan is niks zo fijn als 's ochtends je gordijnen optrekken en gewoon een beetje rustig groen voor je neus hebben om naar uit te staren. En we nemen even een kijkje het raam uit. Nou, dit is dus het uitzicht 's ochtends. En dan zijn er een hele hoop vogeltjes al rond aan het springen. En zoals je ziet, weinig gezichtsoverlast van andere bebouwing. Even zo de tuin in. Hartstikke leuk. En altijd een vakantiegevoel. Lekker wat schaduw in je slaapkamer. Ook wel fijn in de warme zomers van tegenwoordig. Dus echt een aanrader. Plant een boom voor je slaapkamer. Dan hebben wij nog het update van de NK tegelwippen voor je. En we staan nog steeds op de, even kijken, 7e plaats. Dus we blijven heel stabiel in de top 10, maar dat kan natuurlijk altijd beter. Dus een tegel eruit en een boom erin, zou ik zeggen. En dan wou ik nog even laten weten dat je nog steeds het boek van Caspar Jansen kan winnen, het Bijenbalkon. Dus geef je op via een mailtje en wie weet win jij dan dit prachtige boek. Nou ja, dat was het alweer voor deze week. We kappen ermee. En we hopen je volgende week weer te zien bij Jaar van de Tuin.